Mark, jouw verhaal over de eerste helft? Eerste helft. Ik denk dat we niet goed beginnen aan de wedstrijd. En waardoor we eigenlijk heel gauw 3-0 achterkomen. En ik denk dat we er niet goed in zaten. En tweede helft koppen bij elkaar en herstellen we ons. Je krijgt dan 1-0 achter, strafschop. Nou, dat kan dan. Dan de tweede bal, ja, dan kun je als keeper dan door de grond heen zakken. Ja, volgens mij was die tweede bal dat ik te traag was met moet ik sneller handelen. Ik moet het daar gewoon zakelijk houden en ik moet die bal gewoon lang trappen. Ik wil naar een voetballende oplossing zoeken en die reken ik mezelf aan. Goed, dan krijg je weer een strafschop tegen 3-0. Dan denk ik, ja, in wat je zelf al zegt, gelopen koers. Op dat moment wanneer die 3-0 erin gaat, dan is het zwaar kloten. Maar ja, je weet dat een wedstrijd 2 keer 45 minuten duurt, dus je moet nog door. En ik denk dat we in de rust bij elkaar hebben gezeten en hebben gezegd van, we laten niemand onze kloten spelen. Wat zei de trainer in de rust bij die 3-0? Nou, heel simpel. Dat je hebt een eer en die eer moet je hoog houden. En je kan niet jezelf zo te kijken laten zetten in Rotterdam met een vol uitvak. Dat we sowieso voor onszelf moesten vechten en voor de club. Dan zie je de tweede helft beginnen. Ja, dan zie je toen het begin Feyenoord weer constant op je doel afkomen. Dat klopt. Maar ik denk dat we als team houden het op 3-0. Doen we goed. En dan zie je dat we uit standaard situaties heel gevaarlijk zijn. En denk je dat we het laatste kwartier er nog echt een goede wedstrijd van kunnen maken. Het was wel zo dat bij 3-0 na rust jezelf op dat moment de wedstrijd voor ADO redt met een goede redding met de voet. Ja, wat ik zeg, als die erin was gegaan, dan staat het 4-0. Maar ja, wat ik zeg, ik moet die bal pakken. Gelukkig pak ik hem. En daardoor kunnen we op het laatste nog meedoen. Maar iedereen heeft zo zijn eigen taken. Het was wel een beetje knotsgekke wedstrijd, hè, dat laatste 10 minuten kwartier. Ja, zeker. Ik denk, had nog kunnen vallen, de 3-3. Het was alles of niks. Hij kan ook aan de andere kant er nog invallen. Kiezen zij ervoor om naar de hoek te gaan. En zonde. Hoef je er nog in? Want jij moest een paar lange ballen spelen. Ja, zeker. Ik denk als je 3-2 achter staat en er zijn nog een paar minuten te spelen en je speelt alles of niets, dan hoeft hij maar één keer goed te vallen. Dat zie je bij die twee goals daarvoor, zie je dat ook. Alleen het mocht niet zo zijn. Feyenoord hielp een handje vandaag, dus wellicht misschien nog een derde keer. Feyenoord hielp ons een handje? Ja, 2 doelpunten in eigen doel. Ah ja, op die manier. Ja, ik moet zeggen, wat ik zeg, standaard situaties zijn een wapen van ons en ik denk dat ze die ballen goed worden ingedraaid. Dat was wel belangrijk in ieder geval. De 3-2 gaat toch anders van het veld af als dat het 4-5-0 wordt? Zeker. Ik denk dat we met de tweede helft daarop voort kunnen beduren naar volgende week. Die eerste helft moeten we morgen zitten en dat bespreken, want dat was niet goed. Tot slot, wanneer hoorde je dat je de goal in moest? Ik werd gistermiddag na de training kreeg ik te horen dat er een kans bestond dat ik zou gaan spelen. En vanmorgen kreeg ik het definitief te horen van de keeperstrainer. Lekker in de Kuip debuteren. Ja, al had ik het liever gedaan met een goede eerste helft erbij en punten.